Dat is toch altijd weer een speciaal moment, Jury, als je daar staat namens je land en het volkslied wordt gespeeld. Daar doe je het als voetballer voor. Absoluut, als speler wil je dolgraag voor je land uitkomen. Ja, de eerste keer dat je door de bondscoach wordt opgeroepen, dat vergeet je nooit meer. En hier zien we de opstelling waarmee ze vandaag beginnen. Beide teams gaan spelen met één diepe spits. Dat lijkt weinig aanvallend voetbal hier. Nou, weet je wat volgens mij nog erger is, Evert? Geen 4-5-1, maar 5-4-1. Vijf verdedigers en vier middenvelders. Maar goed. Laten we niet te negatief doen en hopen op een mooie wedstrijd. De ploeg gaat in deze opstelling van start. Het elftal gaat het vandaag doen in een klassieke 4-4-2. Is dat opvallend? Op zich niet. Het is een veel gehanteerd systeem. Al wordt het ook vaak in een ruit gespeeld. En dan speel je met een echte nummer 10. En de wedstrijd wordt in goede banen geleid door scheidsrechter Mehmet Yildiraz. En we zijn begonnen. Ik hoop dat we weer 90 minuten van een voetbalwedstrijd gaan genieten. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Netjes verdedigd, maar wel een inworp. Gregor Grigobiak. Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Ze krijgen een inworp. Arda. Selçuk'u dan. Zit voor de andere ploeg nu. Kijken of het dat oplevert. De scheidsrechter houdt het kort vandaag. Oguzhan Özyakup. Hakan Çalhanoğlu. Mevlüt Erdinç. Prima aanval hoor van Turkije. Selçuk İnan. Ja, dat is uitstekend gedaan van de keeper. Hij heeft de bal klem vast. Gaat op het doel af. Hoeveel millimeter zou dat gescheeld hebben?
Biszczek. Breed gespeeld in de hoop dat de achterhoede gaten laat vallen. Hij zet de bal voor en er zijn spelers in het strafschopgebied. Eens kijken. De keeper raakt de bal op. Oh, ze zijn de bal kwijt. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Goed verdedigd hoor, maar we krijgen een inworp. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Mevlut uit dienst. Daar komt de openingstreffer, is een feit. En de wedstrijd kan nu echt beginnen. Milik. Biszczek. Hij neemt de bal mee richting het doel. Milik! Ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Gökhan Gönül. Mevlüt uit dienst. En Turkije is op dreef met die aanval. Hij wordt voorgegeven. De voorzet is niet goed, komt niet bij een medespeler terecht. Lewandowski. Net op tijd onderschept. Slechte aanname, hij is de bal. Oh! Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Selçuk Inan. Gökhan Gönül. Een plaatje hoor, deze brede paas. Blasikowski. Ze loeren op een gaatje in de defensie. Maar nemen de tijd. Voorzet op Lewandowski. Wat kan hij daarmee? Slechte voorzet zeg. Makkelijk onderschept door de achterhoede. Oguzhan Özyakup. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Hakan Çalhanoğlu. Gökhan Gönül. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Ondanks de rustige opbouw komt er nu toch een einde aan de aanval. Mooi gedaan. Kans om te schieten. Goeie ingreep van de keeper. Die paas wordt doorzien. Ze zoeken telkens de vrije man, zodat er ruimte ontstaat. Daar komt de gelijkmaker, Lewandowski. De keeper redt. Milik,
Dat had de gelijkmaker kunnen zijn. Zulke kansen moet je niet te vaak missen. Daar heb je helemaal gelijk in, Evert. Mehmet. Hakan Çalhanoğlu. Selçuk İnan. Mevlüt Erdinç. De bal wordt kalm rondgespeeld op zoek naar een gaatje in de verdediging. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke plek. De scheidsrechter trekt geel. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de bal. Wat levert deze vrije trap op? Vrije trap geblokkeerd door de muur. Hij dringt door tot het strafschopgebied. Recht op het doel af. Goed verdedigd, maar die voorzet stelt ook niet veel voor. Verdedigen hoeft niet altijd mooi te zijn. Inworp. Het spel wordt sneller vat met die ingooi. Voorzet op Lewandowski. Blasikowski! Die speler is het er duidelijk niet mee eens. Maar hij stond daar toch echt buiten spel, hoor. Dus het doelpunt gaat gewoon niet door. Nu zullen we zien of het doelpunt terecht werd afgekeurd. Ja, kijk, kan de speler ook wel begrijpen. Hè? Die denken toch altijd dat het misschien wel dat het geen buitenspel is. Maar ja, buitenspel is buitenspel en het is gewoon goed gezien door de grensrechter. Oguzhan Özyakup. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Die gaat er nu mee vandoor. Gregor Krychowiak. Komt hij er zonder kaart vanaf? Gele kaart. Ja, nu moet hij uitkijken, Evert, want het team kan deze makkelijk scorende speler niet missen. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Sliding, overtreding. Oguzhan Özyakup. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. 3 minuten blessuretijd geeft de vier official aan. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Milik. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Prima aanval hoor van Turkije. Ja, dat is goed. Hij heeft de bal. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jori. Ja, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens. Dus hij zal behoorlijk blij zijn. Nou, hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen. De coach heeft nu een andere tactiek bedacht. En terecht zou je denken.
Want zijn ploeg stond achter en dan moet je wat doen. Beide ploegen zijn de kleedkamer weer uit. Gaat de voorsprong van Turkije nog in gevaar komen in deze wedstrijd? Oguzhan Özyakup. Mevlüt Erdinç. Dat balbezit duurde wel erg kort. Linke plek ook om de bal kwijt te raken. Selçuk İnan. En Turkije is op dreef met die aanval. En hij is de bal kwijt. Hakan Balta. Oguzhan Özyakup. Mehmet. Mevlüt Erdinç. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ze zitten helemaal in de wedstrijd, voelen elkaar uitstekend aan. En de passes zijn briljant hoor. En de Turken maken er een hoekschop van. De coach probeert iets nieuws. We zitten al in de tweede helft en ze staan achter. Een andere tactiek is dus prima. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Mehmet! Nou, dat was een aardige kans hoor, om de voorsprong uit te bouwen. Nou blijft het maar heel krapjes met één goal verschil. Ja, en daar had hij de wedstrijd misschien wel mee kunnen beslissen. Gregor Krychowiak. Mogelijk een goede kans hier. We krijgen de ene paas naar de andere te zien. Nou, dat was te volwaardig. De aanval is alweer afgeslagen. Met de tegenstanders nu in balbezit. Ze loeren op een gaatje in de defensie. Maar nemen de tijd. Hij verliest de bal. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dit wordt menens. Hij redt en heeft de bal vast. Lewandowski. Super steekbal. Dat zou de gelijkmaker moeten zijn. Achter via de paal. Geen beste paas dit. Daar staan geen medespelers. Inworp. Gregor Krychowiak. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Recht op het doel af. Oh, knalhard schot. Ja, hij was er goed weg. Nog omhoog buiten het spel. Ik denk dat de trainer er een nieuwe speler in gaat brengen. Hij wil waarschijnlijk iets anders gaan spelen. En dat gaat niet met de oorspronkelijke elf. Gregor Krychowiak. Die bal is de lijn gepasseerd. Inworp dus.
Oguzhan Özyakup. Selçuk Inan. En nu uithalen. Een super redding hoor voor de keeper. Daar is het schot. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Selçuk Inan. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Oguzhan Özyakup. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. En Turkije dan met de hoekschop. Aanval afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Oguzhan Özyakup. Hij kan hem er zo inschieten. Snel teruggekaatst. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Ja, goed. Daar is het schot. Een enorme afzwaaier. Wegkans. Met deze wissel hoopt de coach natuurlijk het overwicht te behouden. En dus rustig de wedstrijd uitspelen. Dat is het devies. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Zich wellicht al op voor een schot. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Kamil Krozicki. Weinig problemen voor de keeper daar. Ja, deze kopbal was een eitje voor de keeper. Die verschoot je daar echt niet mee. Sahin. Loopt tegen die verdediger op. Lewandowski. Net op tijd onderschept. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog net iets meer dan 15 minuten. Sahin. Oguzhan Özyakup. En Turkije is op dreef met die aanval. Uithalen zou ik zeggen. Hij scoort. Nog een goal. Ze krijgen er maar geen genoeg van. En daar is nummertje 2 van deze speler. Het lijkt hem geen enkele moeite te kosten. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Kamil Krozicki. Piszczek. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter?
Kamil Krosicki. Lekker hoor, die zuivere steekpas. Kom daar de aansluitingstreffer. Je zou denken van wel. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Voorzet op Lewandowski. Wat kan hij daarmee? Geen enkele verdediger is tegen hem opgewassen. Nou, ik word direct gecorrigeerd. Want hij heeft de bal alweer te pakken. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? De bal rolt ongehinderd door. Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. De keeper komt goed uit. Hij kan de bal pakken. Ja, maar ook die ballen moet je hebben. Sahin. Oguzhan Özyakup. Uitstekend over de breedte geplaatst. Mooie ingreep. Aan inzet geen gebrek. Biszczek. Prima paas. Mooi opgepakt. Wat gaat hij doen met die bal? Dit is een grote kans hoor. Een super redding hoor van de keeper. En weer staat die doelman op de juiste plek, Evert. Die staat de wedstrijd van zijn leven te keepen. Szczęsny! Oguzhan Özyakup. Prima aanval hoor van Turkije. Op zich. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Dat was een pittige overtreding en dat vindt de scheidsrechter ook. Ja, en ik vind het wel terecht. Het was een behoorlijke aanslag. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. De scheidsrechter had geen keuze hier. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Arda, dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Sahin, die gaat er niet in. Dat was het einde van de wedstrijd. De stand is 2-0. Deze vriendschappelijke wedstrijd had niet beter kunnen verlopen. De spelwijze pakte goed uit en de spelers deden wat ze moesten doen, winnen. Optimaal resultaat dus voor de trainers. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt, hè? Dus dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.